étage. Au mien. Opschieten, maar eens. Het gaat beginnen. Dankjewel, de Roy Julen Dancers. En alle talenten van de Voice of Holland. Dankjewel, jongens. En Merry Christmas. Nou. Goedenavond. Ja, het is kerstavond eindelijk. Want na weken van voorbereiding staan we natuurlijk te trappelen om los te gaan. Natuurlijk, er rijdt ook vanavond onze kerstbus door Nederland. We zijn met vier gelukkigen naar de Zwitserse bergen gevlogen. Ook heel spannend. Maar ook hier in de studio gaat het natuurlijk zeker gebeuren. En ons warming-up, nu eerst een nieuw fenomeen. Let maar op, daar komt het al. De Christmas Kissing! Want onder deze gigantische mistletoe gaat het allemaal gebeuren natuurlijk. Als je daaronder belandt, dan weet je één ding zeker. Er gaat gekust worden. Ja! Oh jee! Oh god! Oh jee! De volgende! Ja, nou ja. Oh! Blijf onder de mistletoe, jongens. Onder de mistletoe. Heel goed. En blijf kussen, hè? Oh, geetje. Oh, nee, Onder de mistletoe.
Ja, Jessica met haar Alejandro Cervantes Sanchez uit Mexico. Robert met zijn Veronica uit Rusland. Gaat u, jongens? En Hanna met Tyler uit Boston. Yeah. Merry Christmas! Oké, heerlijk, jongens. Nou, ook dit jaar zijn we overladen met mails. En gaan we natuurlijk zeker ons best doen om heel veel mensen de kerst van hun leven te bezorgen. Maar we kunnen natuurlijk niet iedereen tevreden stellen. En daarom kun je vanavond thuis bellen. Om kans te maken om een droomreis naar je geliefde of familie, waar dan ook ter wereld. Ter waarde van 15.000 euro. 0909 13 15. Of sms gewoon kerst naar 3030. En de winnaar wordt vanavond aan het eind van deze uitzending natuurlijk nog bekendgemaakt. Het hoeft natuurlijk niet alleen voor jezelf te zijn. Dat kan ook voor iemand anders. Als ik even hier naar de tribune ga. Dag mevrouw. Dag hallo. Robert. Hallo. Wie zou jij gelukkig willen maken? Als ik toch zo op de mannen vraag. Mijn zoon. Dat ben jij. Bijvoorbeeld. Ja. Ja, waarom? Hij heeft een geliefde in Zuid-Afrika. Oh jee. Ja, en hij heeft 2 jaar gewerkt daar, of gestudeerd en gewerkt. Ja. En zo is dat gekomen toen? Zo is dat gekomen toen. Ja, klopt. En zien jullie elkaar vaak? Ik heb haar nu 9, bijna 10 maanden niet gezien. Nee. En ik had eigenlijk nu in Zuid-Afrika moeten zitten, maar... Maar waarom ben je er dan niet? Ja, lastig verhaal. Ik mag het land niet meer in. Dan denken wij maar één ding. Drugs. Nee. Nee, nee, nee. Ik ben door mijn stage daar te lang zonder visum geweest. En... Maar je bent wel naar Zuid-Afrika gegaan? Ja. Haar te ontmoeten, wanneer dan? 31 november ben ik gevlogen. 1 december kwam ik op Johannesburg aan. En 5 uur later zat ik weer in het vliegtuig terug naar Nederland. Ah, jee, hoe heet ze? Tegan. Tegan. Ja. Dus je was echt gewoon... Je was vlakbij haar en je moest echt terug? Ja, waarschijnlijk. Mocht je haar niet even omhelzen of van nou... Nee, zij was daar en nee, we hebben van alles geprobeerd. Maar zij was achter de douane en ik was nog voor de douane. En we konden op elkaar... Hoe was die vluchtreis? Lastig. Heel heftig ook. Ja. Heel zielig, vinden jullie niet? Ja. 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 Maar er zijn zo niet... Ja, sorry. Dat heb je natuurlijk altijd op zo'n avond. Nog zieliger verhalen. Waar zit Wouter Biesma? Ja, met je zus Annemiek en je moeder en je zwager. Kom even met z'n vieren naar beneden, alsjeblieft. Ja. Dag, hallo. Ga zitten. Wouter, Annemiek, kom jij even naast mij zitten? En... Theo. Theo. Oké, ga daar gezellig erbij. Ja, Annemiek, jij bent degene die geschreven heeft. Inderdaad, voor mijn broer. Nou, dat is echt een zielig verhaal. Ja. Toch? Ja, ben ik mee eens. Ja, nou, begin maar. Waar moet ik beginnen? Hij is, nou, toen jullie jong waren bijvoorbeeld. Oh, toen wij nog heel jong waren, had Wouter eigenlijk altijd pech en ik altijd geluk. Ja. En dat ging van de pizza's die gebrand waren in het restaurant, verbrand waren voor hem. En die voor mij lekker waren, tot dat hij hier in klas achter moest blijven terwijl ik hem mocht overslaan. Ja, en zo heeft hij eigenlijk altijd pech gehad. En ik heel veel geluk. Ja, want ik heb die mail natuurlijk helemaal doorgelezen. Je schrijft ook, op een gegeven moment ontmoet jij een man, Theo Pickles, uit Australië. Mm-hmm. Ja, jullie trouwen, een droomhuwelijk, hè? Ja. Toch, Theo? Ja, absoluut. Ja, a dream wedding, yeah. Ja. Hey, en bij Wouter? Ja, wat minder. Die trouwde misschien een maand later. En terwijl er bij ons 100 mensen aanwezig waren, waren er misschien 10 bij hem. Omdat hij in Amerika trouwde, waar wij allemaal niet naartoe konden. Ja, want jij trouwde met wie dan? Met mijn vrouw, Marcef. Marcef? Ja. Die ontmoet je op een cruiseschip waar jullie werkten, ja, samen. Ja, klopt. Ja. Het meest schijnende, schrijf jij, is eigenlijk dat jij met Theo hier uit dat verre Australië hier gezellig woont. Ja. Maar dat Wouter met zijn vrouw Marcef uit Peru. Peru. Ja. Ja. En niet alleen je vrouw. Ook mijn zoontje, Noah. Ja. Hier niet met z'n allen kan wonen. Want waar het jou een baan krijgt met een fantastisch contract. Ja, vast contract binnen 9 maanden. Ja. En bij Wouter, die juist zijn vaste contract nodig moet hebben voor de IND-services, gebeurt dat niet.
Word je daar niet gek van, Wouter? Absoluut. Ja. Het is gewoon moordend eigenlijk. Van, ja. Je doet er alles aan om, om samen te kunnen zijn. En telkens is er dan een tegenslag. Mm-hmm. Dus om zo ver van elkaar weg te zijn. De laatste keer dat ik ze heb gezien was in maart van dit jaar. Dan nog voor mijn zoontjes eerste verjaardag. Maart? Maart. Ja, dat is gewoon bijna vorig jaar, zou je bijna kunnen zeggen. Bijna wel. Ja, het is zo erg dat, schrijf jij dan, Marcef, al bijna in staat van, heeft dit huwelijk wel zin? Ja. Ja. Hoe dan? Ja, het is natuurlijk heel zwaar. Ze zit alleen in Peru en met mijn zoontje. Dus die kan ook niet veel. Die wordt ook een beetje eigenlijk wanhopiger per dag. Ja. Hoe oud is Noah nu dan? Die is 18 maanden, 19 maanden. 23 maart wordt hij 2 jaar. Jeetje. Schattig ook. Zeker. Ja. En natuurlijk het bekende skypen en dat soort dingen, neem ik aan. Ja, en Skype is wel heel mooi, maar het is aan de andere kant ook eigenlijk een beetje gevangenis. Ik zie alles, maar ik kan niks meemaken. Dus het is wel heel pijnlijk om ze elke keer te zien. Het is mooi, maar ook pijnlijk. Jij, Annemiek, beschrijft eigenlijk, eindigt je mail met, ik heb eigenlijk alles voor over. Ik heb genoeg van om mijn broer zo te zien leiden. Ja. Je zou zo je eigen contract opgeven. Omdat hij een vast contract kon krijgen en dat Marcef hier kan zijn. Ja. En Noah natuurlijk. Ja. Zover willen wij het natuurlijk absoluut niet laten komen, dat begrijp je. Hè? Ja. Dus laten we het maar gewoon zeggen. Ze zijn er, uit Peru. Marcef, samen met, wat een schatje is dat, Noah. Noah. Wouter, Marcef en Noah, allemaal bij elkaar. Misschien een mooi moment, terwijl jullie daar gewoon van elkaar staan genieten, jongens. Om nou eens een keer alle ambassades over de hele wereld, waar wij zo'n fantastische medewerking van krijgen, en de RSO, de overkoepelende organisatie. Mary Laan, die daarvan is, die hier op de tribune zit. Waar zit je, Mary? Dat ben jij. Ja, hartstikke bedankt, jij en al je collega's over de hele wereld. Waarschijnlijk hebben we het allemaal gezien. Het filmpje van Vodafone. Die tweelingzussen, Gerry en Truus, die elkaar via Skype na 26 jaar voor het eerst weer zien. Laten we even kijken naar een stukje. Dit is Menno. Ja, ik zie jou ook. Oh, hallo Truus, hoe is het met jou? Hallo Gerry. Kijk, believe dat je mij ziet. Ben ik veranderd? Ja, je ziet er wel goed uit, maar je bent wel een beetje dikker geworden in het gezicht, hè? Dik? En heb je me nog gemist? Mis je mij? Ja, tuurlijk. Ik denk altijd aan je. Ik ook. Van begin af aan. Wat gaat het dan weer? Don't cry. Ja. Rodney, de kleinzoon die we al op de bank zagen zitten, de aanstichter van het geheel, die zit hier in de zaal met Gerry. Komen jullie even naar de bank als het kan? Kan dat? Ja, leuk. Hi. Dag Rodney. Ga maar even hier gezellig zo zitten, dan kom ik naast je. Rodney erbij. Zeg, je zal inmiddels wel herkend worden op straat natuurlijk, ja, hè? Ja. Maar ik kom jou niet zoveel op straat, hoor. Nee? Oh, je blijft maar binnen. Ik door wel, alle... ja. Ja. Dan kijk. Ja. Kwamen er ook een paar bij die stonden te kijken. Ze zeiden, ben je het? Ze hebben het altijd. Ja. En ja, maar ben je van die televisionezen, dat is mijn zuster. Hey, en het was dus echt na 26 jaar dat jullie elkaar zagen? Ja. Dat moet toch raar zijn. Tweelingzussen die
Het was een rare waarwording, hoor. Die voordat ze vertrok, waren jullie altijd samen natuurlijk. Ja. Waarom is ze ooit naar Australië gegaan? Ja, als je man hebt die altijd gevaren hebt, die wil je overal naartoe. Ja. Dus dat is in Australië. En hij is eerder in Canada, hebben ze een paar jaar gezeten. Ja. En toen naar Australië. Maar altijd contact gehouden hebben jullie? Ja, met telefoon, hè. Of ja. Kaartjes sturen of zo. En waar hebben jullie het dan over? Nou, we lachen ons dood, hoor. Oh ja. Dat kan wel iets dat voorstellen. Ruim een uur aan de telefoon of zo, om zo'n verlangen. Ja. Ja, en nou kun je dat zien, hè. Nou, dus net zoals ben je in de kamer zitten. Je bent nu steeds aan het skypen, natuurlijk. Ja. Ja, dat is nu een verslaving geworden, Rodney. Je wordt wel bedankt. Ja, zeker. Ze zitten wekelijks te skypen, dus dat is heel erg leuk. Ja. Hey, wil je wel geloven, want dat is wel grappig, door zo'n filmpje... zo'n mini-documentaire zou je het bijna kunnen noemen... dat wij hier bij All You Need, bij de kerst... zijn overladen met mails van mensen die zeggen... ja, maar jullie moeten nu maar zorgen dat ze bij elkaar komen, die zussen. Want het is tenslotte kerst en zo. Wij hebben zeker 40 mails gehad. Van wildvreemde mensen. Echt allemaal mensen die maar één ding willen. Truus en Gerry bij elkaar. Ja, maar zij wil niet en ik ook niet. We willen niet het vliegtuig. Nee. Dan moet zij maar komen, maar zij komt ook niet, laat zij maar komen. Nou, we hebben Truus natuurlijk gebeld, dat snap je. Oh ja? Ja, natuurlijk. Wij hebben ook telefoon. Oh ja? Ja. Ja, en? Weet je wat ze zei? Nou? Ze stond te dansen op tafel, joh. Wie? Ze is gisteravond aangekomen. Nee, dat nou, echt waar. Uit Australië. Daar zei je ook zitten liegen. Zie je nou wel? Vertel. Dat tante Jan niet toch wel gelijk. Ja. Lieve Gerry. Ja? Of is het niet zo? Ga je even gewoon rustig voorbereiden? Want het is echt 26 jaar, dat is hartstikke alleen, lang. Is alleen? Of heeft ze nog een paar bij? Nou, dat weet ik niet. Maar ze komt in ieder geval alleen door die deur... om jou in de armen te vallen na 26 jaar. Dus hupsakee, kom met me mee. Wat zeg je? Ben je nou boos? Wat is er aan de hand? Nee, ik kon het niet krijgen. Nee. En ze zei, internet deed niet daar. Hey. Truus. Ja. Hoe ziet ze eruit? Goed. Ja. Hoe voelt dat om elkaar na al die jaren gewoon weer vast te pakken? Goed. Fijn, hè? Goed, ja. Bijzonder, toch? Wij zijn niet zo clever, hoor. Nee. Nee, ik zie het. Hey, Rodney. Good job, man. Ja, dankjewel. Hey, Merry Christmas. Goed. Ook... ook dit jaar zijn wij weer druk geweest met de kerstbus. Bus gevuld met verre liefdes en familieleden die door Nederland rijdt. Maar voor het vertrek is er altijd weer die spannende dag... dat ze daadwerkelijk allemaal aankomen op Schiphol. En ook deze keer betekent dat voor ons weer vroeg uit de veren. Ja? Ja.
Molenga? Ja. Zambia? Ja. This way. Hij gaat naar Marta, naar zijn vriendin Marta. Hey guys. Hallo, hi. Robert. Hi. We are going to take you to Amersfoort, to Marta. All right. Yes, this way. Welcome in Holland. Thank you. Fresh air. Nou, daar zit hij in. Ik ga even mijn best doen hoor. Kritajakron, Tjue Proma. En die gaat naar zijn vriendin in Noodorp. En niet alleen zijn vriendin, Lisette, maar naar haar hele familie. Want die zijn heel erg nieuwsgierig naar Kritajakron Tjue Proma. Hij komt uit Bangkok en hij had nog nooit gevlogen. Oh. Are you sure? Ja. Merry Christmas. Thank you. It's you? Yes. Are you Kritajakron? Yes. Hi, Robert. Welcome. We're going to take you to Noodorp. Oh, thank you. Going to meet the family, eh? Yes. Alejandro Guatti Rojo Haro. Die gaan we hier op Schiphol afleveren en ik zeg lekker nog niet bij wie. Merry Christmas. Happy New Year. Merry Christmas. Jonathan Mora gaat deze kerst voor het eerst zijn 4 maanden oude baby Jalen zien. Zijn zoontje die hij samen heeft met zijn vrouw Simone in Maasbracht. Dus het wordt een fantastische kerst. Ben jij het? Ja. Jonathan? Ja. Jonathan Mora? Ja. Hi. Ja, inderdaad. Dominica. Republica Dominica. Oh my god. Ja! Yeah. Welkom in Holland. This is crazy. It's gonna be a very special Christmas, hè? Sorry, ik bekijk het niet. I little bit. Yes, Jalen. Yes, my baby. Yeah. Okay. Hey, I'm going to take you to the hotel Albergo. Yeah. Albergos. Sleep. Oh yeah. You have to sleep. Here is your passport. Yes. So you go to the bus, and then tomorrow morning we meet at the hotel. Yes. Okay. Thank you very much. Yeah. Thank you. So, vlucht uit Londen. Familie Combe uit Texas trouwens, overgestapt in Londen. Roel met vrouw en baby Bente die gaan naar zijn ouders en familie in Nieuwegein. Wordt een heerlijke kerst voor ze. Ja. Zijn jullie het? Roel. Hey Roel. Hi. Hallo. Hi Robert. Welkom. Rachel. Hi Rachel. En Bente. Hallo. Nou, op naar Nieuwegein jongens. Ja. Nog niet meteen hoor. Is dit van jullie? Ja, deze zijn nodig van ons. Ja? Hebben we nog meer? Die ook? Gaat dit ook alweer? Dat ben ik gelukkig verleerd. Zo, en opa en oma, die zullen wel blij zijn, hè? Oh, dat denk ik wel, ja. Zo, wat een schatje ben jij. Merry Christmas. Merry Christmas. Deze stewardessen gelukkig maken. Stop! Ben jij Leslie van Dijk? Kom even. Gelukkig maken. Uit Amerika, toch? Je vriend? Oh.
Christmas! Merry Christmas! In dat vliegtuig zit Eloisa de Mouge. Ze is 8 jaar, heeft een lange vlucht vanuit Brazilië via Portugal. En ze gaat naar de vader Frank en naar haar opa en oma in Nijmegen. Eloisa! Hi! Hallo, lieverds. Je spreekt nog Nederlands, hè? Ja. Wat goed van jou. Nou, wat fijn. Zal ik jouw koffer nemen? Neem jij deze? Ja. Ja? Oké, gaan we naar de bus en lekker naar het hotel ook. Ja? Geef maar een hand. Neem je mee. Was lang, hè? Hoe lang moest je vliegen? Weet je niet meer, hè? It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start. And the thing that will make them ring is the carol that you sing right within. Ja, en daar zitten ze, het gelukkige paar. Merry Christmas, jongens. En straks zijn we na de break, want we zijn er heel even tussenuit, onmiddellijk bij jullie terug, onder andere met dit. Tot zo. Nou jongens, daar gaan we. Oh. Goedemorgen, Lisette van Hulst. Ik kom vragen of jij het leuk vindt om met me mee te gaan naar Murren. Oké. Ja. Kijk eens. Dat is mooi. Dat is mooi. Hoeveel betekent Sam voor jou? Extreem veel. Hij doet iets met me waardoor ik het leven weer leuk vind, denk ik. Ik ben terug bij de All You Need Is Love kerstshow van 2015. We merkten eigenlijk, het is wel grappig om te zeggen, dat voor deze keer aanvraag voor studioplekken, want mensen moeten natuurlijk even vragen of ze hier kunnen komen zitten, dat een enorm groot aantal grote families zich heeft aangemeld. En die nu tussen het publiek zitten. Bijvoorbeeld de familie Genen. Waar zit de familie Genen? Nee, dat meen je niet. Hoeveel zijn jullie? Veel. Ik heb laten vertellen 26. Dat is gezellig, zeg. Wat heerlijk. En de familie Pol, waar zitten die? Oh, dat is wat kleinere familie. De familie Van der Steen. Zo, maar dat is ook een enorm gezelschap. Zou ik van die familie Van der Steen dan heel graag Mieke, Tonny, Lies, Thea, Tini, Nelly, Leni en Hanny naar voren kunnen vragen? Kunnen jullie even komen, jongens? Jij bent Hanny. Nelly, ga zitten. Dag, hallo. Dag. En Hanny. Kom even naast mij, Hanny. Anders kunnen we nog ietsje opschuiven. Ja, zo, oh ja, dan doen we het even zo. Dan komt Hanny hier. Want Hanny, lieve dames, die heeft geschreven, toch? Ja, dat klopt. Ja. Leg even uit wat deze dames van elkaar zijn. Ze zijn allemaal zussen. Ja. Uit een hele grote familie. Veel grotere familie nog. Ja, een familie van 14. Ja. Waarvan 3 broers zijn overleden en 1 zus. Ja. Eén broer heeft pas een herseninfarct gehad en is in een revalidatiecentrum. En mijn moeder is de oudste van de zussen en die is ook thuis, omdat ze ook wegens gezondheidsredenen niet mee kan. Oh, wat zielig. Die zou er eigenlijk bij zijn dus vanavond. Ja, maar er is afgelopen week is een paar keer gevallen en er is haar gezondheid zodanig achteruit gegaan dat ze niet mee kan. Maar ze zit wel te kijken nu. Ja, dat ja. Daar gaan we zeker. Even zwaaien dan, gewoon. Hoe heet ze? Riek. Dag Riek. Zet hem op, hè. Ja, al die zussen ook meteen zwaaien natuurlijk. Ja. Hey, de reden van jouw mail, vertel. Er is 1 zus die woont al heel lang in Nieuw-Zeeland. Haar man is ook ziekelijk geweest afgelopen jaar. Eigenlijk de afgelopen periode heeft hij op een verzorgingshuis gezeten. En is eind september overleden. Oh, dat is nog heel kort geleden. Ja, dat is heel kort geleden. Ze zijn dus ook al ongeveer 15 jaar niet meer in Nederland geweest. Vanwege gezondheidsproblemen ook. Altijd contact gehouden, alle zussen met elkaar? Ja. Ja. Wordt regelmatig gebeld.
Want mijn ouders zijn alle twee ziekelijk geweest al de afgelopen periode. Mijn vader en mijn moeder. Ja, wat een gedoe allemaal zeg. Ja, ja dat is niet gezellig. Maar er wordt wel regelmatig gebeld met tante Frida. Ja, en waarom niet geskypt dan ook? Net als Truus en Gerry? Omdat tante Frida wil dat niet. Omdat dat emotioneel voor haar denk ik te zwaar is. We hebben het wel geprobeerd, maar ze zegt nee, Skype. Jeetje. Nee. Dus ze kan het echt niet eens aan om jullie te zien, zeg maar. Nee, dat vond ze heel moeilijk. Ja, is ze best dan wel eenzaam na de dood van haar man, kan ik me voorstellen. Ja, ze heeft wel haar kinderen en kleinkinderen zijn wel daar. Daar heeft ze wel heel veel zin. Maar ja, tijdens de begrafenis en het overlijden is ook niemand er naartoe kunnen gaan. Nee. Dus ja, dat was gewoon heel moeilijk. Ja. Wat was jouw vraag eigenlijk? Om te kijken om tante Frida nog een keer hier naar Nederland te krijgen. Dat ze allemaal nog een keer bij elkaar kunnen zijn. Ja. Weet je wel hoe ver dat is, Nieuw-Zeeland? Ja. 30 uur vliegen. Dat is lang. Mm-hmm. Maar zij had het er natuurlijk voor over. Omdat ze het zo fantastisch vindt om deze kerst hier samen met haar familie, met haar zussen en de rest van de familie hier op de tribune te kunnen zijn. Dus dat wordt een hele bijzondere kerst, jongens, denk ik. Ja, heel zeker. Zullen we het erbij halen? Ja, heel graag. Hier komt ze, Frida. En ga gewoon door met knuffelen, want voordat alle zussen aan de beurt zijn geweest, dan zijn we natuurlijk wel 20 minuten verder, want het is een hele rij. En alle andere familieleden. Jongens, een fijne kerst met elkaar. Geniet ervan. Ja. We hebben een speciale actie gehad. Je kon meedoen met de All You Need Is Love kerstactie, waarbij je een dierbare een cadeau gunt. Danielle, dat ben jij? Ja, dat klopt. Jij hebt ook meegedaan? Ja, dat klopt. Voor wie wilde Suzanne, jij dat doen? Voor Suzanne, grote Wolter. En dat ben jij? Die zit naast je? Ja. Waarom wilde je dat doen voor Suzanne? Nou, ik gun Suzanne een hele warme kerst, omdat haar vriend Damien in Mexico woont. Haar vriend wat? Damien. Oh, zo heet hij. Jouw vriend Damien. Klopt. Ja. Je woont in Mexico. Ja, ja, dat klopt. Ja. En daarom heb je dat cadeau besteld. Daarom ben je aan de computer gaan zitten om dat te bestellen. En, kan ik je melden, ik heb verschrikkelijk goed nieuws. Want jij hoort bij De Gelukkige, waarbij dat cadeau ook echt wordt afgelopen. Oh, wat leuk. Ja. Kijk. We hebben eerst een heerlijke glühwein met zo'n gezellige kerstmok. En we hebben ook nog een plate en oorwarmers. En... Wauw. Dat is toch heerlijk? Ja. Voor een warme kerst. Nou, geweldig. Ja. Danielle, fantastisch gedaan. Dank je wel en heel veel plezier ermee. Dank je wel. Suzanne, hè? Dank je wel. Ja, oké. Ja. Ja, en eigenlijk, nu ik zo naar beneden loop, vind ik eigenlijk dat jij, Jeroen, ook een warme kerst verdient, toch? Ja. Je hebt toch eigenlijk ook een cadeau verdiend? Zullen we nog een cadeau doen, jongens? Ja. Wat wil je? Ook zo'n mok en zo'n plaid? Nou, liever in levende lijven. Je wil het in nature? Nou, ja. Ja, dan heb je het over Tegan. Tegan. Ja. Nou, zullen we dat dan maar doen? Nee. Hier is ze uit Zuid-Afrika. Ze heeft speciaal een prachtige jurk aangetrokken. En ze is er helemaal voor jou. Ik denk als twee mensen het verdiend hebben, dan zijn het Jeroen en Tegan. Na al die ontberingen op het vliegveld van Johannesburg. Geniet van elkaar. Ah, jeetje. Stel je voor, even iets geheel anders. In het holst van de nacht word je meegetroond naar een winters kerstsprookje. Terwijl je verre liefde vol verwachting toekijkt vanaf een Zwitserse berg. Dat overkwam vier gelukkigen die wij wakker maakten tijdens een tocht door nachtelijk Nederland. Ja, en zo sta ik nu in Haskerdijken.
Dat is vlak bij Heerenveen. Het is 2:30 midden in de nacht. Dat is echt een fijn moment om iemand aan te bellen. En hier vlakbij woont Reinder dus. Reinder. And now I'm talking to you guys up there in Murren. How are you doing? Good, tonight. Good. It's going to happen, so fasten your seatbelts. Omar, especially you. Want Reinder Staphorst, die slaapt hier bij zijn moeder. Laten we eens even kijken of we het kunnen vinden. Ik heb trouwens de bergschoen al aan, hè. Dat zie je. En helemaal voorbereid. Nou jongens, daar gaan we. Ik hoor voetstappen. Goedemorgen. Goedemorgen. Esther? Ja, klopt. Jij meldde toch? Ja. Ja? Over Reinder? Ik heb gemaild over Reinder. Ja, klopt. Ja, waar ging dat over eigenlijk? Nou, die heeft een vriend in Mexico. My mother-in-law. Die heb jij nog nooit gezien? Die heb ik nog nooit gezien, nee. Ja, ik vind het belangrijk dat we met kerst natuurlijk met z'n allen zijn. Wie hoort het aan? Goeiedag. Goedemorgen. Dag, Robert. Sorry dat ik jullie een beetje overval. Een beetje vroeg, hè? Ik zou bijna zeggen, Merry Christmas. Hey, vertel even, Reinder ligt te slapen? Hij is lekker, denk ik, van al dat lawaai. Kom erin. Ah, kijk. Reinder? Hi. Hallo. Ja, goedemorgen. Sorry, het is 2:30. Robert, hi. Hallo, hi. Het is mal dat ik hier aanbel, maar ik kreeg een mail van jouw moeder. Oké. Okay. Je schrikt een beetje, hè? Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Zo. Ik heb een heel gek voorstel. Vind jij het leuk om met mij nu mee te gaan naar Zwitserland? Naar Murren? Oké. Okay. Ik weet niet waar het is, maar... Hi. Hallo. Hi. Nou, kom er gezellig bij. Dat is je sister. Mm-hmm. Hallo. Hi. Hallo. Sorry dat ik jullie allemaal zo belachelijk wakker maak. Ik heb een voorstel. Ik zou het heel leuk vinden als jij met mij mee ging naar Murren. Oké. Okay. Vind je dat leuk? Ja, is goed. Ja? Het enige wat je moet doen is even snel wat spullen pakken. Wat warme sokken. Spulletjes, want het is best hoog in de bergen, eigenlijk. Is dat een deal? Ja. Nou, oké, jongen. Pak het dan die handel. Kleren aan. Ja? Kleren aan. 10 minuten. Je hebt nice pyjamas, is wel. En zij kennen elkaar al... Anderhalf jaar. Ja. Ze hebben anderhalf jaar samen. Nu echt een relatie. Ja. Dat is hem. En daar zit hij nou weer. Oké, in Mexico. In Mexico. Ben je on the wall, mate? Okay, de superstar, hey. Nou, dat ziet er goed uit. Ik zou zeggen, neem afscheid van je familie. Nou, jongen. Ja. Heel veel plezier. Ja, plezier. Dat ik niet zie. Ja, en jongens, ik heb als pleister te ronden voor jullie een kerstcadeautje. Dat is openmaken als ik weg ben. Goed. Afgesproken? Ja, afgesproken. Ja, oké. Okay. Gaan we zitten. Bye bye. Dankbaar. En dit is Amsterdam en hier woont Lisanne van Kampenhout. Lisanne, wiens leven 9 jaar geleden volledig op zijn kop stond... toen haar broer bij een motorongeluk om het leven kwam. 2 jaar geleden besloot ze eindelijk om voor zichzelf te kiezen... en de wereld over te reizen. Ja, en dan gebeurt het natuurlijk. Dan komt ze de Australiër Samuel Chompen tegen. Liefde op het eerste gezicht. Ze heeft hem een jaar... niet gezien, moet je voorstellen. Sorry, hè? Hallo. Hi, Robert. Hi. Hallo. Jij bent toch degene die hele lange mail had geschreven? Ja.
over je leven en over je liefde. Het is zo saai. Ja. Alleen het is zo ver weg. Ja, want hij woont in... Australië. Ja, Australië, ja. Hey, even wat geheel anders. Ik kom vragen of jij het leuk vindt om met me mee te gaan naar Mörn. Mörn? Mörn. Dat ligt in de Zwitserse Alpen. Ja, graag. Ja? Ja. Nou, wat leuk. Dat is Reinder. Hoi. Waar gaan we? Naar Alphen aan de Rijn. En hier in Alphen aan de Rijn woont Tari de Kleuver. En zij schreef enorm veel mails. Haar moeder Mario trouwens ook. Die wil eigenlijk maar één ding. Haar vriend Tisetso. Nigandela, uit Zuid-Afrika, een keer zien. En zeker weten dat haar dochter gelukkig met hem wordt. En ze woont... hier. Sorry, 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 sorry. Mevrouw de Kleuven. Robert. Dag. Goeiemorgen. Tari? Ja. Hi. Jij weet natuurlijk hoe of wat, hè? Ik weet niks. Jij hebt mij niet gemaild. Echt niet? Maar jij wel. Ik heb wel gemaild. Ja. 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 De reden... Hallo, dag. Oh, de hele gang zat vol. Hallo. Hi. Ja. Luister, het is heel stom. Ik kreeg een brief van jouw moeder Mayo dat jij alleen was deze kerst. En daarom wil ik jou vragen of je met mij mee wil gaan naar Mörn. Oké. Ik weet niet waar het is. Dat ligt hoog in de Zwitserse Alpen. Oké. Nu? Oh. Ja? Graag. She must be surprised. And never at the very same time. Gaat het goed daar? Ja. Oké. Nou, schiet er lekker op. Plaatsadres: Vlaardingen. Zo, de nacht is voorbij. De kranten worden rondgebracht. En we zijn in Vlaardingen. Guys, how are you doing? Good. The Swiss Mountains. Goed. Everything okay? Goed. We zijn bij Lisette van Hulst. Die ga ik eens even wakker maken. Vragen of ze meegaat. Die is daar. Ik hoorde geen bel. Hallo? Dank je. Dat is niet. Dit is mijn vriendin. Lisette van Hulst. Hi. Hi. Hi, Lisette. Je slaapt nog, hè? Ja. Ja, wij niet. Dat is jullie. Ja, dat klopt. Ja. Ik wil niet binnenkomen. Nou, ik heb even een hele gekke vraag. Ja. Niet schrikken, maar zou je het leuk vinden om met mij mee te gaan naar Zwitserland nu? Zwitserland? Ja. Tuurlijk. Ja. Wel? Jeetje, sorry hoor. Oh, ja. Bella, kijk. Kijk eens, moeder. Nou, er zijn nog een paar mensen. Lisanne. Nou ja, goed. Goedemorgen. Goedenacht. We hebben een pakketje voor u. Alsjeblieft. Zo vroeg. Jan en Leni, niemand mag met kerst alleen zijn
En dus ook jullie dochter Lisette niet. Dat is de reden dat ik net bij haar heb aangebeld. Maar hoe mooi zou het zijn als jullie zijn kersthoogtepunt samen met hem kunnen beleven? Niemand mag met kerst alleen zijn en dus ook jullie Tali niet. Daarom wil ik jullie hierbij uitnodigen om mee te gaan op de reis naar Murren. Pak snel een koffer met warme kleding, zodat jullie getuigen kunnen zijn van die Sjanne's kerstbroekje. En dan zie ik jullie in Murren. Hartelijk groet, Robert en Brink. Oei, niet te slaaf. Nou. Ik had nooit gedacht dat het zou lukken voor de... Private jet. Daar staat hij dan. The Love Plane. Zo, goedemorgen. Zuid-Afrika, ze komen echt. Hij weet wel dat hij veel voor ons betekend heeft. Ja, spannend, hè? Spannend. Geniet van het uitzicht. Hey, en zijn jullie er inmiddels achter wat jullie zo bindt met elkaar? Nou ja, ik heb een vermoeden. Ja, wat dan? Iedereen heeft een vriend in het buitenland. Oh, jij? Ja, ik ook. Waar dan? Zuid-Afrika. Oh. Wat bijzonder, hoe heet die? Tsitsen Mandela. Mooi, toch? Ja. En je bent verliefd, zo te zien. Ja. Ja. En jij dus ook? Ja. Ik durf wel te zeggen dat ik heel erg lief ben. Ja. En jij? Ja, ook. Op wie? Omar. Omar? Ja. En waar woont hij dan? In Mexico. O jee. Ja. Het is ver. Ja, het is ver. En jij hebt ook een vriend. Hoe heet hij? Rodrigo. Rodrigo. Ja, en die woont in Brazilië. Ja, klopt. Waar? In Sao Paulo. O jee. Ja. Jongens? Zullen we maar terug? In de Alpen. De frisse berglucht doet een mens goed. Het wordt een prachtige dag. Het is heerlijk weer. Daar zit Lisanne al op het balkonnetje. Lisanne! Hi. Goedemorgen. Goedemorgen. Zullen we even wandelen? Ja, is goed.
Het is heerlijk weer. Kom maar aan. Doe je jas aan. Nou, heerlijk toch? Lisanne, waar neem je me mee naartoe? Ik dacht, hier heb je wel een mooi uitzicht. Hier heb je een mooi uitzicht. Dat kun je wel zeggen, ja. Ah. Hoe is het met je? Goed. Ja? Ja. Nerveus. Nerveus? Ja. Nou ja, jij bent degene die prachtige mails geeft. Ja, klopt. Over wat jou allemaal is overkomen de afgelopen 9 jaar, moet ik zeggen. 8. Ja, 8 jaar. Wat is er toen gebeurd? Ik ben mijn broer verloren. 7 of 8 jaar geleden. En, Hoe? Motorongeluk. Ja, en ik was toen net 18. Ja. En ik wist daar niet zo goed om hoe ik daarmee om moest gaan. En het is niet echt de goede kant op gegaan. Dat heeft een enorme impact gehad op jou en je familie. Ja, heel erg. Ja. Nou, je schrijft zelf, ik heb eigenlijk 2 jaar geleden besloten om voor mezelf te kiezen en te gaan reizen. En gewoon alles achter te laten. Ja, ik trok het niet meer in Nederland. Iedereen die ervan af wist en mijn werk en de relaties en vrienden. En ik wilde gewoon weg. Hoe vonden je ouders dat? Hoe vond je vader dat? Mijn vader vond het heel erg moeilijk. Die had mij de eerste week toen ik het verteld had, heeft hij me niet meer aangekeken, niet meer gesproken. die had het er heel moeilijk mee. Mijn moeder vond het een goede beslissing. Maar op die verre reis is jou het geluk van je leven tegemoet gekomen in de vorm van... Sam. Ja, Samuel. Samuel. Ja, waarmee je uiteindelijk in Australië hebt samengewoond. Ja, klopt. Ja. Ja, heel onverwachts. Tijdens een avondje stappen. Ja. En toen hij uiteindelijk naar Nieuw-Zeeland vertrok, toen trok je niet meer. Dat is dat moment. Ik ben nog naar hem toe geweest in Nieuw-Zeeland. Ja, ja en daarna toen... toen wist ik ook niet zo goed wat ik ermee moest. Ik was dat het moment dat jij dan je vader belt die dan... er voor je is of zo? Wat voor band hebben jullie dan? Ik heb een hele hechte, bijzondere band met mijn vader. Ja. Hij weet alles van mij. Ik denk dat ik het ook niet zo makkelijk gered had zonder die steun. Nee. Die, Kijk eens. Dat is mooi. Dat is heel mooi. Hoeveel betekent Sam voor jou? Extreem veel. Hij doet iets met me waardoor ik het leven weer leuk vind, denk ik. Het is allemaal wat lastiger dan dat ik had verwacht. Maar ik wilde wel alles aan doen om die toekomst door te zetten. Oh, God. Wat is dit? Dat is mijn vader. Ed? Ja. Ja, niet alleen je vader is hier, maar je moeder die is er ook. Echt? Ja. 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 Bijzonder, zeg ik. Oh, Lisanne. Ik hoef je niet uit te leggen wat we allemaal meegemaakt hebben. En ik hoef ook niet uit te leggen wat we voor elkaar betekend hebben daarin. We zijn ongelooflijk trots dat we hier mogen zijn. We weten dat Sam in Australië veel voor je betekend heeft. En ik hoop dat dit een stap voorwaarts is naar een nog mooiere toekomst. En dat we nog beter kunnen bedenken wat er achter ons lag, maar zeker wat er voor ons ligt. En weet dat we heel veel van jou houden. En nu is het wachten op je grote liefde.
En vast Merry Christmas. Ja, ja, dankjewel. Dankjewel, Roman. Kijk. Wat is dat? Komt er nog een naar beneden, zie je? Samuel! Baby, I'm coming for you! Hey-ho! I miss you, baby! Hi! Woo! Oh. Shit, baby. Hey! 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 Oh, yeah, I was coming to see you someday. It's my turn to come to see you now. How are you doing? I'm good, how are you? Okay. I met your father for the first time. Hello. Hello. How are you doing? How are you doing? Hello. I fell from the sky from your girl. We did it. We did it. That's a good way to meet the parents for the first time, right? Very good. Wow. That's amazing. Yeah. I can't believe it. Ja, en hoe dit verder gaat, dat zien we straks natuurlijk. Na de break zijn we onmiddellijk bij u terug met nog veel meer moois. En onder andere dit. Tot zo. Zij is Rodrigo gevolgd naar Brazilië, naar Sao Paulo. Ja. 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 Daar heeft ze gewoon een leven opgebouwd. Compleet met hond, begreep ik zelf? Ja, ze heeft ook een hond. Ja. Ja, Bella. Bella, dat is ook haar alles. Dat is haar alles. Heel lief, ja. Ja. Hij is hier, zal ik hem er even bij halen vast? Ja. Echt? Is die je? Ja. Nou. Ja. Nu ja. Hi. Ja, ik ben terug bij de kerst. All you need is love. Ik zei het al aan het begin, we hebben zoveel mails gekregen dat het onmogelijk is om iedereen gelukkig te maken. Daarom het telefoonnummer waarbij je kans maakt op 15.000 euro voor een wereldreis. Om naar je geliefde te reizen, om naar je familie te reizen. Of misschien gewoon stiekem met je geliefde uit Nederland lekker te gaan reizen. 0909-1315 of sms kerst naar 3030. Aan het eind van de show, dan maken we de winnaar bekend. We gaan heel snel verder kijken naar het Zwitserse kerstsprookje, waar dromen werkelijkheid worden. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zitten jullie hier gezellig? Ik vroeg me af, hoe is Lisette in Madrid terechtgekomen? Daar heeft ze heel lang gewoond. Ja, Lisette heeft daar 6 jaar gewoond in Madrid. Ze heeft bij een hotelketen gewerkt. Daar heeft ze ook Rodrigo daar leren kennen. Ja, daar is het allemaal gebeurd. Ja, daar is het allemaal gebeurd. Daarom zitten we nu hier. Verliefd op geworden. Ja, hoe was dat toen jullie dat hoorden eigenlijk? Want Rodrigo was dan wel in Madrid, maar dat is wel een Braziliaan. Ja, ja, dat was heel bijzonder natuurlijk. Maar volg je hart, zeggen wij altijd. Ja. Nou, toen ging Rodrigo 1,5 jaar terug naar Brazilië terug. En toen wilde Lisette natuurlijk ook terug, de liefde achterna naar Brazilië. Dat heeft ze dus gedaan. Nou, ze heeft alles opgezegd, de baan, alles. Ja. Voor hem? Voor hem, ja. 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 Wat vonden jullie ervan eigenlijk? Nou, in het begin dacht ik, maar aan de andere kant, Lisette die weet wel wat ze wil. Ja. Ja. Nou ja, ik vraag dat omdat in de tussentijd natuurlijk een heleboel gebeurd is. Ja. 3 jaar geleden heb jij een hele zware hersenbloeding gehad, Jan. Ja. Het is echt fantastisch dat je hier nu zit, na jaren van revalidatie. Ja, inderdaad. Ja. En dat het zo goed gaat. Ja, inderdaad. Dat is voor Lisette ook een enorme slag geweest daar in Madrid. Ja, zeker. Vreselijk. Ik weet, ze kwam naar Nederland. Ze wilde niet meer weg. En toen heb ik met haar gesproken. Ik heb gezegd, Lisette, joh, als jij hier blijft, dan word ik ook niet snel beter van. Mm-hmm. Zeg, ga verder met je leven, ja? Zij is Rodrigo gevolgd
naar Brazilië, naar Sao Paulo. Ja. 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 Daar heeft ze gewoon een leven opgebouwd. Compleet met hond, begreep ik zelf? Ja, ze heeft ook een hond. Ja, Bella. Ja. Ja, Bella, dat is ook haar alles. Dat is haar alles. Heel lief, ja. Ja. Ja, maar het was al slim. Want Lisette die woonde bij Rodrigo thuis. En Rodrigo had geen werk. Lisette mocht niet werken. Nee. Want die verpleegster die kwam niet los. En toen hebben ze die pub gekocht. Ja, ze zaten de hele dag bij elkaar. En toch is dat werk ook gelijk de reden geweest dat zij gedwongen eigenlijk weer naar Nederland terug is gekomen. Ja. Ja. Waar zij nu in haar huisje wacht op het moment dat Rodrigo bij haar kon wonen. Ja. 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 Jullie snappen wel dat Lisette hem vandaag gaat ontmoeten natuurlijk. Ja. Ja, geweldig. Hij is hier. Zal ik hem er even bij halen vast? Ja. Echt? Is hij hier? Ja. Nou. Ja? Ja. Nu ja. Nou, Jan. Hoe is het mogelijk? Rodrigo? Daar komt hij. Hé, hey, Rodri! Hoi. Rodri! Nou is dit één, maar is dat natuurlijk wel dat wij Bella met hem mee hebben laten reizen. Ja, echt man? Ja. Bella. Ja. Ik ga Lisette even halen. Blijf rustig hier, ja? Tot zo. Ja. Bonken, bonken, bonken. Hi. Goedemorgen. Lisette. Ja. Mag jij even wat vragen? Ja? Kom je even? Ja. Ja, het was even schrikken toen ik jou gisteren nacht overviel daar in Vlaardingen. Ja, klopt. Ja. Ik schrok me helemaal daarin. Door de luxeflex heen? Ja. Ja. Hé, hey, dit is het kerstsprookje. Wil jij wel geloven dat niet alleen Rodrigo hier is? Ja. Maar dat jouw ouders hier ook op het bordje zitten? Nee. Ja. Echt waar? Ja. Maar... Ze wilden er zo graag bij zijn. Echt waar? Ja. En ze hebben Rodrigo al ontmoet. Nee. Rodrigo. No me lo puedo creer. ¿Has visto qué sorpresa? No. Hey. Ay, ¿tú y Lina hoy? Surprise. Hey. Surprise. Oh, hey. ¿Tú y Lina hoy? Ya. ¿Qué te parece? Madre mía, no me lo puedo creer. But Rodrigo, you're not alone, eh? You didn't came alone? No. Who did you brought with you? Bella. No. Pero dónde? Bella! Bella! Bella, come! Hey! 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 Goed. Is goed, hè? Is goed, hè? Ja. Jongens, jullie allemaal... A Merry Christmas. Thank you. Ja? Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Oké. Okay. You better watch out. Bye. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Bella, daar! Bella! Coming to town. Sorry. Sta ik gisteren nacht bij jou aan de deur in Alphen aan de Rijn? Mm-hmm. Ik heb niet geschreven. Ik heb niet gemaild. Maar luister nou eens. Ik heb hier die mail gewoon. Ja.
Dat is 2014. Mm-hmm. En je wilt toen maar één ding. Om jouw vriend uit Zuid-Afrika Nederland te laten zien, voor te stellen aan je familie. Ja. Met kerst. Familie, vrienden. Mm-hmm. Ja. Dat is nog steeds niet gelukt dus. Helaas, niet nu. Maar het begint de dagen nu? Ja. Ja, die brief die ken ik wel even. Ja. Kijk. Ja. Er is hier vlakbij een heel mooi punt wat ik je wil laten zien, waar ooit een James Bond film is opgenomen. Ah, oké. Okay. En vandaar ik dacht toch een beetje een stijl wat doen. Wow. Ja? Doe jij je jas anders ook even uit? Zo. All right, Miss Moneypenny. Get in the chopper. Chop, chop. Thank you. Jolly nice. I'll be glad to get my feet on the ground. Ja, dit zit ze in, ongelooflijk. Daar gaan we naartoe. Het is niet zo. Ja, oh, wow. Jeetje. Moet je een bom pakken. Ja, daar zit ze, kijk dan. Exactly on time. Oh, super vet. Thank you. Mooi, oh, joh. Kijk eens. Dari! I love you, babe! Ze denkt, ik wil naar hem toe. Ik wil dichterbij, joh. She's coming! She must come! Kom mee. Let op, hè, jongens. Nu. Ik wil eigenlijk wel haar gezicht zien. Hallo. Oh. Hier. Je moet bij je verheugd nou. Ja, nou, mooi. En eindelijk. Did too. How was that, Daddy? Je wil hem zo graag voorstellen aan je familie, hè? Mm-hmm. Wil je wel geloven dat zij er ook zijn? Nee. En ze hebben die zet wel uit de verte kunnen bewonderen. Hey! Kom over hier. Kom op. Oh. It's the whole family. I want to meet you. For the first time. Zo. Hi. Good to see you. Hoi, Thijs. Hi. Hallo. Kom, dank je. We zagen je wel, hoor. Yes. Oh, wat hey, goed, Mike. Zo raar. Hallo. How are you? Oh, yes, really. Hi. Oh, Tadi, wat ben je mooi, meisje. Maybe I'm the first one from South Africa. Dry martinis. Thank you. Wow, oh. Helemaal in de sfeer. Thank sure. You. Of course. Yes, thank you. Cheers. Cheers. Merry Christmas. Merry Christmas. Reinder? Ja. Hi. Hallo. Er is een optocht buiten. Kom mee, joh. Het is hartstikke leuk. Doe je jas aan. Kom, snel. Fakkels.
Well, thank you. Mooi, toch? Ja. Ja. Echt zo'n kerstoptocht. Ja, gezellig. Ja. Toen jij aan het inpakken was, hè, toen zat ik even met je moeder te kletsen over haar mooie brief die zij voor jou schreef. Oké. Wist je ervan eigenlijk? Nee. Echt niet? Nee, echt niet. Wat lief, hè? Ja. Ja. Wat is precies waarbij je valt op oma eigenlijk? Ik weet niet, misschien is dat het exotische. Ik weet het niet zo goed. En nu lopen we hierheen, hè? Ja, in Zwitserland. Met de kerstoptocht. Nou, Reiner, wat je misschien niet meteen hebt gezien, is Esther en Rink en Femke en Marloes hier ook tussen staan. Kom er maar bij. Hey. Surprise! Hey. Verrassing. Je bent niet de enige, want iedereen heeft zijn familie vandaag hier mogen ontmoeten. Maar we hebben nog iets heel bijzonders, want we bewaren natuurlijk het lekkerste voor het laatste. Dat snap je wel. Dus we gaan Omar er ook bij halen. Mooi, hè? Geweldig. Kijk eens aan de kruis. Yeah, I can't believe you're here. We need you. Que ahora por fin los conozco en persona y que estamos aquí en Suiza. Wat zei die Reiner? Dat het heel erg ongelooflijk is dat hij ze nu allemaal in het echt kennen leert. En dat we hier nu in Zwitserland zijn. Dat fijn, hè? Ja, heel fijn. Ja. Fijne kerst allemaal, jongens, met z'n allen. Thank you. Okay. So this is Christmas. There's glühwein. Merry Christmas!
Charlotte, met een heerlijke kerstsingle. En Jim, dankjewel voor het meisje met het rode haar dat je hier vanavond kon zijn. Nog de hele maand op tournee. En Suzanne en Demian, Merry Christmas samen. Ja, tuurlijk. Goed, ik loop de tribune op. En ik ga eens even vragen, hoe stel jij bijvoorbeeld je de ideale kerst voor? Samen met mijn vriendin. Samen met jouw vriendin, ja? Ja. Dat ben jij? Nee. Oh, oké. Okay. Ja, samen met mijn vriendin. Die komt uit Argentinië, maar die woont daar. Ik woon hier. Ja, hoe heet jij? Ik heet Valeska. Heet jij Valeska van Broekhoven? Ja, dat klopt. Dan heb jij een hele mooie mail geschreven. Dat denk ik wel. Ja. Hoe heet ze dan? Ze woont in Natalia. Argentinië. Natalia. In Argentinië. Klopt. Ja, hier in Nederland zijn we daar wel aan gewend, hè? Twee meisjes. Maar in Argentinië natuurlijk helemaal niet. Dat is een stuk minder als hier, inderdaad. Ja. Helaas. Zij heeft het daar heel moeilijk mee, hè? Vooral haar ouders hebben het daar heel moeilijk mee. Ja. Laten we het daarop houden. Je eindigt je brief met... Want je bent bijna arts, hè? Klopt. Ja. Als ik nou mijn eigen gebroken hart zou kunnen maken... Wat zou dat fantastisch zijn? Ja, dat kan, zou fantastisch zijn. Dat kan natuurlijk zijn. Niet. Ja. Maar wij gaan jou daar natuurlijk wel een handje bij helpen. Want Natalia Silva uit Argentinië, die komt kerst met je vieren. Heerlijk, hè? Ja. Zullen we het maar bij vragen dan? Ja. Nou, Natalia, kom erbij! Valeska en Natalia, Merry Christmas ook voor jullie natuurlijk. En nou, wij zijn heel even tussenuit en daarna natuurlijk onmiddellijk weer terug met nog veel meer moois. Onder andere dit, tot zo. Mevrouw van den Berg. Hallo. Robert. Robert en Brink, ja, daar zijn we. Ja, hi. Godsamme, echt? Nou ja, zeg. Ja, dan kom maar binnen. Nou, wat leuk. Nee, jullie gaan de verkeerde kant op. Deze kant. Kijk maar even aan. Daar. Hier.
Terug bij All You Need Is Cash. We zagen een tijdje geleden hoe iedereen op Schiphol aankwam en naar het hotel werd vervoerd om daar rustig een nachtje bij te trekken. Maar uiteindelijk kwam dan het ontbijt in het hotel en de grote dag dat alles ging gebeuren. En als eerste zetten we met de kerstbus koers naar Nieuwegein, naar de ouders van Roel. Zo, goedemorgen. Ja, waar zitten ze? Remy en Malem, zijn vrouw Malem uit Bolivia en Christopher, die zijn gisteravond laat nog aangekomen. Dus die ga ik ontmoeten. Goedemorgen, good morning. Hallo. Jij bent Remy dan. Hallo. Hi. Malem. Ja, hallo. Hi. What happened to the luggage? What happened? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la el bagaggio? Wat gebeurt er met de koffers? Ze zijn niet aangekomen, zijn niet? Dit. Ze waren helemaal niks. Want jullie moesten overstappen daar? Ja, we hebben heel vaak overgestapt. Ja. Jeetje, wel een beetje geslapen? Goed geslapen. Hoe is het met jou? Nee? Nee. Wat is er met je dan? Ik wil niks eten. Je wil niks eten? Waarom niet? Moet je nou kijken hier? Niet. Pannenkoeken? Ook niet. Wat wil je dan? Mijn oma. Oh, je wil een oma? Ja, en papa. En papa. Precies, je wil niks eten. Je wil gewoon een papa. Nou, dat is toch heel goed? En als je bij papa bent, dan ga je lekker eten, hè? Ja. Hey, even een andere vraag. Waar is onze Thaise vriend? Geen idee. Ik heb hem wel gezien. Is hij er nog niet? Vanmorgen, maar... Zal ik even gaan kijken dat hij wel wakker is? Want we vertrekken direct met de bus. Is dat dan een lieve bus? Oh, nee. Dit zou zijn kamer moeten zijn. Bing! Are you awake? Are you sleeping? Yes. Oh my god, you're jet lag. But we're leaving in 20 minutes. Really? Yeah, with the bus. Oh, sorry, I'm tired, you know. Yeah, sure. See you in 10 minutes, yes? Yes, yes. Okay. So, this is van jou. En dit is het Blauwe Hart voor het goede doel. 10 euro per kilometer. Reis vannacht mee voor het onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. Dus heel belangrijk. Hier een lekker plekje. Zo. Nou, we zijn inmiddels een eentje onderweg. Op weg naar Nieuwegein. Naar Ton en Joke, jouw ouders, hè? Ja. Roel? Jazeker. Ja. Ik wil wel even zeggen dat Bente... Hoe oud is ze nou? 9 maanden. Ja. Dat, ja, die krijgt gewoon de prijs voor de perfecte baby. Ja, nee, inderdaad. Ja. Ja. Je woont in Texas? Ja, in Austin. Hoe ben je daar terecht gekomen dan? Ja, door haar. Ik heb op een cruise ship gewerkt bij de Holland America Line. Ja. Ja, zij kwam aan boord als passagier. En we hebben in Italië hebben ontmoet. En ja, toen hebben we samen gaan daten. En dan, voor je het weet zit je met Bent in je arm. Voordat ik weet wonen we al 3 jaar in Amerika, ja. Ja, tot groot verdriet van jouw moeder vooral, hè, die het gewoon niet aan kan om de kleinkind niet te zien. Ja. Nou, inderdaad. Nou, en mijn vader ook. Dus... Ja, tuurlijk. Allebei. Ja. Allebei, ja. We gaan ik ook zien oma en opa. Yay! Nou. Daar gaan we. Nou, hier moet het zijn. De familie Combe. Jazeker. Hi. Robert. Charlotte. Hi. Hi. Kan ik even binnenkomen? Kom erin. Ja? Ja, zeker. Leuk. Hallo. Thijs. Thijs. Ja. Hallo. Goedemiddag. Oh, kijk nou. Dit is een overval. Hallo. Hi. Dag, Robert. Hi. Joke Combe. Ja. Ook. Ja, niet schrikken. Nee, ja, ik schrik ervan. Nee, ja. Maakt niet uit. Dag. Kijk wel. Ja, Tom. Ja. Hoi. Zo.
Helemaal in kerstsfeer hier, hè? Ja, 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 ja. Zeker. Ik kreeg een mail van Monique Volmer. Van, Oh, echt? Ja, dat is een vriendin van me. Ja. Waar gaat het dan over? Ja, dat kan haast niet anders. Het is over onze zoon gaan. Ja, over Rol. Rol, ja. 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 En nu schrijft die Monique... Mijn vriendin Joke... ze schrijft eigenlijk vooral voor jou, maar ja, het gaat natuurlijk ook over jou. Ja, die wordt eigenlijk gewoon gek dat ze de kleinkind niet kan zien. Ja, deze ook. Wat is er leuker dan een kleinkind? Ja, fantastisch, hè? Ja, je hebt elke keer wel via je foto's op je telefoon, weet je wel, een appie. Ja. En, maar dat blijft toch zeer doen. Ja. Nou, we hebben een fantastische schoondochter, hoor, want die houdt ons zo niet dagelijks, dan toch zeker wel wekelijks op de hoogte. Rachel. Ja, ja. Ja, ze is echt een fantastisch mens. Ja. Ja. Ja, ik weet het, ik heb ze ontmoet. Ja, echt? En ik kan je zeggen, die Bente, ja, dat is gewoon een baby uit een boekje, maar die kan al lopen. Ja, dat zagen wij op de video. Gigantisch snel, ja. Ja, dat echt zo'n wagentje. Het echt gezien. Ik heb het in het echt gezien, ja, natuurlijk. Ben je daar geweest? We staan hier op de hoek met de kerstbus en ze zijn er met z'n drieën. Echt waar? Dus als jullie even meelopen met z'n allen, dan gaan we ze ophalen. Oh, man. Ah, joh. Even door. Ja. Dag, ik die kant. Nee, jullie gaan de verkeerde kant op. Die kant. Deze kant. Waar zijn ze? Hier! Hier! There you are. Oh, hi. Smokey. Ja. Ja, ze wordt van mij. Hey jongens, Merry Christmas. Ja, dankjewel. Heel erg bedankt. Ga snel naar binnen, want het is een beetje miserig, hè? Bedankt. Ontzettend Oké, Rachel. Merry Christmas. Dankjewel. Geniet ervan. Dankjewel. Fantastisch. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Do you speak English, Jonathan? I little bit. Little bit. Because this is your first time that you're going to see your son. Come on. Hey. Hey, it's going to happen. No, for me it's shock now. Yeah. Yes. It's the moment is very important. Say in español. Para mí es muy importante este momento, pero estoy en choque. nunca, ¿Por qué? ¿Por nunca qué? En mi vida me hubiera pasado esto, realmente. O sea, es como algo increíble. O sea, no lo puedo creer todavía. Je bent echt een toffe peer, ben jij. ¿Cómo? Una pera buena. I don't understand. Een toffe peer. Ik begrijp je niet. We zijn er bijna. Nou, we zijn hier om de hoek bij het werk van Simone.
Ze werkt bij een soort kledingbedrijf waar ze allerlei klusjes doet. En ze hoopt om vast contact te krijgen, zodat op een dag misschien het allemaal werkelijkheid kan worden voor haar en Jonathan. Maar inmiddels woont ze natuurlijk hier 3 kwartier vandaan met haar ouders, die voor de baby zorgen, terwijl zij de hele week hier zit. Hier is het, jongens. Dit is het. Ah. Hi. Ja, ik zoek Simone de Wit. Die werkt hier, hè? Die werkt hier, ja. Weet u waar ze is? Hallo. Hallo. Simone! Hallo. Je zag ons al natuurlijk. Ja, oh, jeetje. Kom even rustig praten. Hey, hoe is het met je? Ja, goed. Ja, ik schrik wel echt. Ja, natuurlijk. Ik zie de bus aankomen, dus... Maar je hebt die prachtige mail geschreven. Ja. Ja, ja. Hoe is het met Jalen? Goed, ja. Ja? Goed. Ja. Dus, Even een verhaal. Klopt, ja. Ja. Dus teruggekomen uit het buitenland. Jonathan was nog op de Dominicaanse Republiek. Je was zwanger. Ja. Daar, je wilde eigenlijk daar bevallen, samen ja, met hem. Samen met hem, ja, ja. Dat klopt. Dat is niet doorgegaan? Dat is niet doorgegaan, nee. Waarom niet? Complicaties. Ja. En ja, goed, en dan moet je kijken van wat is het beste om voor je kind, voor je zoon. Dus teruggaan naar Nederland, geprobeerd voor het visum rond te krijgen. Maar er zitten gewoon heel veel vereisingen, ja, eisen aan. Dus, ja, natuurlijk. Ja. Ik vond het zo lief dat je schreef. Het zou zo heerlijk zijn om even iets leuks... Ja, en ook de momenten. De leuke momenten. Hij kon dan niet bij de bevalling zijn. En de eerste momenten, hij maakt niks mee. Dus dat is wel de... Ja, dat is moeilijk. Ja. Dus, ja. 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 Dus ja, het wordt hier dan helemaal... Maar je snapt wel, hoe laat het is natuurlijk. Ja. Hè? Ja, weet ik niet. Ik weet niet of het gelukt is of is die hier? Is die... Het is heel erg moeilijk. Ja. Dat weet je zelf hoe moeilijk dat is. Ja. Maar het is ons gelukt. Ja. Kijk maar even. Zie je me? Thank you.
Na. Papa. Feliz Navidad. Dankjewel. Na. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle-belling. Er wordt iemand wakker. Heerlijk liggen slapen. We staan een beetje in de file. En we zijn op weg naar Rosmalen. Remy. Ja. Naar jouw ouders. Klopt. Ja. En je zit hier in de bus met Malem en Christopher natuurlijk. Jullie wonen in Bolivia. Wonen in Bolivia. Ja. Het grappige is dat eigenlijk jouw moeder al jarenlang ons brieven schrijft en mailt. Oh ja? Van ja, ik mis ze zo en hoe moet dat nou? We willen bij elkaar zijn. En er is nou nog een ander babytje op komst, dus het wordt eigenlijk alleen maar moeilijker. Ze is zwanger. Ja. Oh, Malem? Ja, 3 maanden. Oh, je praat ook Nederlands? Een klein beetje. 3 maanden? Ja. Oh, dus dan mag je het ook zeggen. Then you can tell, after 3 months, you can tell the world that you're pregnant. Hé, hey, nu zijn jullie met kerst bij elkaar met de hele familie. En opa en oma die zitten natuurlijk alleen maar op hem te wachten. Tuurlijk. Met de kerst is het al lang geleden dat we bij elkaar waren, inderdaad. Ja. Ja. En het is het eerste kleinkind. En het enigste kleinkind. Dus ze vinden het heel moeilijk dat we zo ver weg zitten. Ja. En how did you met, the two of you? Nos hemos conocido en una discoteca. Oh. Fue en un tiempo donde... conocí a una persona muy especial, que es Remy, y cambió mi vida, porque oh. Él es tan bueno, y gracias a Dios he conocido a él. Oh, wat... Es muy especial para mí. Ja, ik versta er niks van, maar ik vind het heel zielig. Ay, sí. Mevrouw van den Berg. Hallo. Robert. Robert de Brink. Ja, dat is ja. Ik. Hi. Godsamme, echt? Nou ja, zeg. Ja, dan kom maar binnen. Nou, wat leuk. Oh, dan wilde ik ook niet meemaken. Robert de Brink. Hoi, goeiedag. Hallo, hi. Oh. Dag. Hallo. Hi. Remco van den Berg. Ah, Remco, dag. Ja. Hi. Hoi, ik ben Jeroen. Jeroen. Hoi. Michella. Jij hebt gemaild? Ja, dat klopt. Ja. Kom ja. Even zitten. Kom even hier zitten met z'n allen bij het bankje hier. Oh, jullie zijn net aan de appeltaart. Ja, we zijn net aan de appeltaart. Ja. Michella, jij hebt gemaild? Klopt, ja. Vertel eens even. Ja, ik heb gemaild omdat ik eigenlijk hier... Ik ben nog niet zo lang in deze familie, maar als ik hier altijd kom... dan zie ik overal foto's hangen van het kleinkindje. En ja, ik vond het al wel leuk dan dat we met kerst een keer met z'n allen bij elkaar zijn. En ik heb ze nog nooit gezien, dus... Nee. Ja, dan ben ik. Ja, daarom heb ik het mailtje gestuurd. Ja. Nou, wil het geval dat jij niet alleen een mailtje hebt gestuurd, maar dat jij volgens mij al jarenlang aan het mailen bent. Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat klopt. En waar gaat dat dan over? Vast over iets anders. Ja, dat gaat over onze zoon die in Bolivia woont. Ja. Hij woont in Bolivia al een tijdje. Hij is daar. Een tourbureau begonnen, getrouwd. Ja? Ja, een kind. In juni komt er weer een kleinkind bij. Ja, spannend, hè? Ja, is heel spannend. Ja, luister, ik zit naar die appeltaart te kijken. Ja, hier is nog een stukje over, als je wil. Nou, ik hoop eigenlijk dat er 3 stukken over zijn. Want we hebben ze in de bus zitten met z'n drieën. Wie? Dus, nou, wie denk je? Remy? En Malem. En Christopher. En Christopher. Eerlijk? Ja, ik ga ze er even bij halen. Wacht even. Hé? Oh. Wat bijzonder. Eerlijk? Ja. Zo. Maar goed. Maar goed. Oh. Oh. Yeah. Hi. Oh. Hi. Oh. Hoe kan dat nou?
Nederland, Christopher. Jongens, een fantastische kerst met elkaar. Ja, dankjewel. Geniet ervan. Ik denk trouwens dat jullie Christopher wel kwijt zijn. Even. Denk het ook. Dat is het mooiste kerstcadeau. Die hebben er zin in. Kom, maar ik heb helemaal niks in huis. Je hebt niks in huis. Wacht even. Hoe moet dat nou? Met zo'n grote familie. Daar hebben we op gerekend. Nou, is geweldig. Kerstpakket erbij. Ja, dank je wel. Oké, jongens, veel plezier. Dank je. Dag. Dag. Zie je wel, man. En daar zitten ze allemaal. Fijn dat jullie er vanavond allemaal bij zijn, jongens. En het allermooiste voor iedereen hier in de zaal is dat ik iets mag weggeven. Want het hele publiek vanavond krijgt een delicieux kerstpakket. Allemaal! Ja! Kijk, ze staan daar te wachten op jullie. Ik zou even heel graag toch de familie Pol hier naar voren willen vragen. Anneke Pol? Ja? En de rest, ach, kom maar er gezellig bij. Kan jullie het schelen? Kom maar even naar de bank. Je loopt een beetje schoorvoetend naar voren, Anneke. Ja, klopt. Ja, kom dan maar even bij zitten. Hier, kom maar even jij naast mij dan. En dan zo, ja, dat van een beetje. En dan moet jij maar even vertellen met wie we allemaal het genoegen hebben hier in de bank. Dit is mijn oudste dochter Marijke. Dat is Annemieke. Dat is mijn tweede dochter. Dat is Marlies, mijn schoondochter. Dat is mijn zoon Wouter. En mijn schoonzoon Friso. Ja. En je schrijft daar heel blij over, maar ook een beetje dubbel. Je zegt, ja, 26 jaar geleden heb ik het allemaal vanaf die tijd alleen moeten opknappen. Het gezin moeten opvoeden en grootbrengen. Heeft dat een beetje goed gedaan allemaal? Ja, heel goed. Ik heb heel veel respect voor mijn moeder. Ja, is dat goed gedaan. Jij zit ook te knikken? Ja, helemaal mee. Ja, oké. Okay. Maar er is een beetje een smet op jouw bestaan. Hè? Jij begint te zuchten natuurlijk. Want er ontbreekt iemand. Ja, mijn jongste zoon ontbreekt. En die ontbreekt gewoon al heel lang. Hij is, toen hij 18 was, is hij naar het buitenland gegaan. En hij is net 6 december 30 geworden. En waar woont hij dan? Hij woont nu in Amerika, in Texas, Austin. Ja, hoe heet hij? En Matthijs. En hij is een aantal jaar in Australië geweest en heeft vanuit daar zendingsreizen gemaakt. Hij heeft een jaar in Thailand gezeten, ook daarvoor. Dus hij is eigenlijk is hij voor het goede doel de hele wereld overgereisd. Ja. En nu zit hij in Texas. Zit hij daar alleen? Nee, hij is getrouwd met Alena, Amerikaanse vrouw. Die heeft hij in Jordanië ontmoet. Ja, toen maar. Toen hij daar werkte. Ja. Maar wat nou zo leuk is, Anneke, jij schrijft in die brief, ik kan gewoon niet zonder hem. Nee, ik mis gewoon zijn lach. Hij heeft gewoon zo'n bijzondere lach. En dan zit je zijn bulderende lach. Ja, dat is echt waar. Hij zou het goed doen als kerstman. Gewoon. Ja. Het is echt ho, ho, ho. Dat is gewoon echt geweldig. Maar je mist hem gewoon. Ik mis hem gewoon. En als we met elkaar zijn. Ja, mijn hart. Ik ben zo blij met hun en zo trots op ieder kind. Maar hij mist bijna altijd. Ja. En al zo lang. En Jeetje, ja. Dat is gewoon. Ja, je mist hem, je mist alles aan hem. En Alena bijvoorbeeld heeft nog nooit hier kerst gevierd. Nee. En je wil ze gewoon zo graag eens een keer. Compleet hebben. Compleet hebben. Ja, precies. Ja. Ja. Gewoon eens één keer. Alle kinderen rondom de tafel en... Je hebt een ronde tafel. Nee, niet eens. Nee. Nee. Nee, maar ja, je weet wel wat ik bedoel. Toch? Ja. Matthijs en Alena. Alena. Ja. Ja. Je wil hem voelen, je wil hem ruiken. Ja, en je gewoon wil genieten van zijn bulderende lach. Ja. Zullen we dat maar meteen gaan doen dan? Ja, doe maar. Oké. Okay. Matthijs en Alena, daar zijn ze.
Oh, en dan komt ook echt al die spanning er in één keer uit, ook bij Matthijs. Oh. Oh, de bulderende lach, ik hoorde hem. Hoi. Geniet van elkaar, van je moeder en van je zussen en van je broer. Merry Christmas. Ja. Wij gaan er heel even tussenuit zijn na de break. Onmiddellijk terug met dit. Tot zo. Is het spannend? Ja, heel veel. Ja, hè? Welkom terug bij de Kerst All You Need Is Love. Er kan nog steeds gebeld worden voor de droomreis ter waarde van 15.000 euro. Op weg naar je geliefde of familie in dat verre land. Of misschien wel gewoon samen met je geliefde of familie naar dat verre land. 0909-1315 of sms gewoon kerst naar 3030. En wie weet zie je straks jouw naam hier onder in beeld verschijnen. De bus die rijdt nog steeds door inmiddels alweer nachtelijk Nederland. En we zetten koers richting Nijmegen. Weet je nog wanneer je hier was voor het laatst? Ik denk 4 jaar geleden, toch? Toen je met mama naar Brazilië ging. Ja. Ja. En wat heel veel mensen die zitten kijken al zitten te bedenken, is dat haar papa, Frank de Moesje, eigenlijk een hele beroemde Nederlandse voetballer is. Ik ken hem van Utrecht, Willem II, Roda, tegenwoordig bij Knokken. Maar het gaat ook niet echt om geld. Het zijn echt de papieren waardoor het onmogelijk was dat Eloisa naar Nederland kwam. En dat is nu dus allemaal gelukt. Dus ik denk dat iedereen heel erg blij is. Hè? Ja. Ja. Heel blij. Vind je het spannend? Ja, heel veel. Ja, hè. Nou, Nijmegen. De UNICEF-laan. Dit is nummer 4, dan zou het hier nummer 1. Hallo. Hallo. Hanneke? Ja. De Moesje? Ja, klopt. Robert? Hoi. Hallo. Hi. Je hebt geschreven? Ja, ik heb geschreven. Ja. Even binnen, ja? Ja, dat mag. Heel fijn. Ja. Goedenavond. Ja. Hallo. 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 Dag. Robert. Hallo. Meneer de Moesje. Ah, kijk eens aan. Adrie. Ah. Meneer de Moesje. Ha, Frank. Hoi, Danny. Zo, hé, hey, wat een gezellige familie hier. Ja. En jou heb ik al bij de deur gezien natuurlijk. Luister eens even, Hanneke. Jij schrijft een nogal, laat ik zeggen, een brandmail. Ja, ik had inderdaad een brief geschreven, ja. Omdat we zitten hier met z'n allen en onze kinderen liggen op bed, ja. Maar we missen één iemand en die had er eigenlijk wel moeten zijn. En dan hebben we het over jouw dochter, Frank. Ja, klopt. Ja. En dan hebben we het over jullie kleindochter. Ja. Wat is er precies gebeurd toen? Ze was daar op het vliegveld. Ik, had, ja. Ik heb haar zelf langer dan 1,5 jaar niet gezien. En toen had ze de koffers ingecheckt, ja. En ze werd tegengehouden door de douane. Ja. En ja, dat was wel een drama. Ja. Ze reisde met een vriendin van haar moeder. Jullie zijn uit elkaar, vandaar dat zij nu een aantal jaren bij haar moeder in Brazilië woont, begrijp ik. Ja, klopt. En het was eigenlijk onmogelijk om haar hier naartoe te krijgen. Ik hoor hier naast me iemand heel erg zuchten. Jij snapt wel hoe laat het is nu natuurlijk. Ik hoop het wel. En ik hoop dat jullie dat allemaal snappen. Want wij hebben natuurlijk gezorgd dat Eloise nu in Nederland is. We staan hier buiten met de kerstbus. En
Nou ja, als jullie even meelopen, dan kunnen we er binnenhalen. Veel plezier bij papa, hè? En bij opa en oma. En bij alle andere familieleden en de neefjes en de nichtjes. En weet ik wie allemaal. Ja, de Frank. Oké. Okay. Bedankt. Merry Christmas. Dank je wel. Dag. Doei. Je hebt niks gezegd, ja. Heb jij niks gezegd tegen mij? Nee. Goodbye. Well, east and west and he found himself in for the day and for the night. He gave a lot of love to everyone he met, and he told them that the way was right. Het begint al behoorlijk laat te worden. We zijn behoorlijk lang onderweg. En Moenja, we zijn 20 kilometer voor Amersfoort. En hij slaapt natuurlijk. Moenja? Hi. Hi. 20 kilometers. Okay. And we're there. So you better wake up. Yeah, it's a long day. What does she look like? Because we're almost there, eh? So she is beautiful. I ring at the door and she then... is beautiful. She's beautiful. Okay. Beautiful then I will blonde. Recognize her. Yeah, believe me. I think she's the prettiest thing you see today. Okay. So you can look. That's yes, it. Sure. Nou, we rijden nu Amersfoort binnen, op weg naar het huis van Marta van der Meulen. Het grappige is dat hij uit Zambia komt en dat zij woont op de Afrika-ring. Toevallig, laat ik het zo zeggen. Nou. Familie van der Meulen? Ja. Hi. Hi. Robert? Hi. Ik ben Marta. Je bent Marta? Hi. Ja. Kan ik heel even binnenkomen? Ja. Goedenavond. Ja, 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 ja. Ik kwam even iets vragen. Mag ik even zo even doorlopen? Ik kreeg 3 enorme lange mails. Van Jonna, van Phyllis en van jou, René. Vertel eens. Ja, we vonden het wel stuit op die... Kom weer. Ja, en over wie hebben we het dan? Moenja, mijn vriend. Ja. Het is een lang verhaal, want jullie kennen elkaar al jaren. En dat is niet zonder slag of stoot en zonder ups en downs gegaan allemaal. Nee. Schatje. Is het moeilijk, zo'n lange afstandsrelatie? Nee, nog een jongen uit Nederland. Nee, hè? Ik ben ook al 2 dagen gestrest omdat ik helemaal niet heb gehoord van hem. Dus ik vraag me heel chagrijnig van, wat is nou aan de hand? Want je gaat ervan uit dat ik hem nu kom afleveren. Ja, ik heb al 2 dagen niks van hem gehoord. Jullie houden ongelooflijk veel van elkaar eigenlijk. Ja. Dat is toch bijzonder? Hoe hou je dat vol, zoiets? Van... Ja. Het is ook een keer uitgegooid, omdat het gewoon zo zwaar is eigenlijk. Want ik heb nu 5,5 jaar. Dus het is gewoon heel zwaar om elkaar dan altijd 4 maanden niet te zien. En dan weer even wel. En... Ja. Hij zit al de hele dag in de bus. Vanaf vanmorgen 9 uur. We zijn al door heel Nederland geweest. En ja, we hebben een fantastisch gezellige dag. Maar hij kan nu echt niet meer wachten. Dus hij staat buiten op je te wachten. Mama. Mama.
Oh. You alright? Good, you alright? Come here, brother! Oh. Oh, oh, so good to see you! So good to see you, are you? Look, you made it! Yeah, all right. You talked last week. Yeah, awesome, man. Oh, miss you. Nou, familie van de Meulen. Merry Christmas. Oké. Ja. Dankjewel. Dankjewel, Robert. It's going to be a great Christmas. Yeah. It's going to be a great Christmas. Yeah. Wow. So unbelievable. Nou, een hele lange dag hier in de bus. Ik denk, it's a long day, hè? It's been a long day. Yeah. It's your first time in Holland? Yes, first time in love. First time in Netherlands. You live in Bangkok? Yes. How did you meet the two of you? I was at the volunteer. Just say it in Thai, because we speak all languages. Just talk in Thai, yeah. แล้วก็ไปเล่นดนตรีไปสอนเด็กในโรงเรียน dat idee had ik al yes yeah. Okay, hey, you're in love, the two of you? Yes. Yeah, and her family is also very anxious to meet you. Really? Sure, of course. I'm so excited. Yeah, sure. Yes, yes, thank you so much for and I coming to visit my girlfriend, and I'm very glad to be here. Thank you so much. De laatste. In Nootdorp. We moeten naar nummer 14. Het is bij 12:30. Ik denk dat iedereen al slaapt hier. Ik zie daar licht branden. Ik zie een hele kamer vol met mensen. Wat goed dat jullie nog wakker zijn. We zijn altijd laat wakker. Lisette Molenaar. Hallo. Hi. Jij bent toch degene die... Ja, dat klopt. Die mailde, toch? Ja, dat klopt. Ja, nou. Niet nee, natuurlijk niet. Maar ik kan gewoon even vragen hoe of wat, als je het niet erg vindt. Ja, ik kom binnen. Ja, dat is namelijk leuk. Goedenavond. Goedenavond. Robert. Ik ben Kees. Ha, nou. Ja, Evelina. We wilden naar bed van je. Ja. Ja, jullie weten toch dat ze gemaild heeft? Nee. Dat weet je niet? Nee. Wat heb ik gedaan dan? Ik heb... Nou, ik heb gewoon in het slaap gemaild. Ja. Nou, dan moet jij maar even aan je ouders en zo uitleggen wat je allemaal, wat geschreven. Allemaal gedaan hebt. Nou, ik heb Robert geschreven omdat, daar ben ik natuurlijk al een aantal keer geweest. Ja. En ik vond het eigenlijk ook wel leuk als hij een keertje hier zou komen om jullie ook te ontmoeten. Ja. En oma en Nederland te zien. Ja, ja. Maar hoezo een aantal keer geweest? Wat bedoel je daarmee? Ieder jaar ga ik naar Thailand, zeg maar. Om daar in een kinderdorp, het is eigenlijk een weeshuis om het kinderdorp te werken. Vrijwilligerswerk. En sinds 2 jaar terug ken ik Ging dan. Nou ja, ken ik. Je mailt dat je de man van je leven hebt gevonden. Ja. Laten we niet om de hete brei heen draaien. Ja. Dat klopt wel, ja. Ja, ja, ja. Dus, Nou ja, als ik jou moet geloven, dan heb je toch ook wel plannen om in de toekomst dan in Thailand te gaan wonen. Ja. Ja. Ik heb al een stukje land, dus het is wel iets concreet nu, maar ik moet het nog wel helemaal afbetalen. Maar voor die tijd, zeg jij, eigenlijk is het heel belangrijk dat dat Ging toch hier een keer dan ook zeg maar. Ja, jongens, het is bijna kerst, hè, dat weet je. Ja, ja. En
Het is bijna zover. En het scheiden van de markt is al geweest, want het is alweer na 12. We zijn naar Nederland gereden met onze kerstbus. Ja. Van Nijmegen tot Maastricht. Ik weet niet waar we allemaal geweest zijn. Ja. En dit is het laatste adres. En Ging die staat hier aan het eind van de straat. Echt? Ja. Voor onze bus op jou te wachten. Daar? Ja, daar, ja. Mag ik daar naar? Nou, heel graag. Helemaal daar? Van jou. Ja, ik hou ook van jou. Ik schrok me rot, man. Dat is mijn family over there. Is het hem? Dat is hem, ja. Ja, dat is hem. Hi, man. Hi. How are you? Nice to meet you. Hi, Gink. Nice to see you. Hey, nice to meet you. Mooi man. Dat is een surprise. Leuk. Echt vet een lijn zijn. Mag ik knop geven? Natuurlijk. Oh, dankjewel. Hey, fijne kerst met z'n allen. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja. Merry Christmas. Ja, hele fijne kerstdagen. Ja, ik ga trouwens, your suitcase is in de... Oh, wow. Zo, ja. Tegelijk nog met het blauwe hart, hè? Wat de hele rit mee is geweest voor 10 euro per kilometer. Voor onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. Dus we halen een lekker bedrag op. Ja, precies, ja. This is yours, hè? Dank je zo. Dank je wel. Oké, graag gedaan. I don't believe myself. I don't believe. Yeah, it's not it. Yeah. En daar zitten Heloise samen met haar papa Frank, Wenja, Marta en Ging en Lisette. Fijn dat jullie er zijn, jongens. Ja, en met het blauwe hart hebben wij meer dan trouwens 1000 kilometer gereden door Nederland. Dat betekent voor dat blauwe hart 10.000 euro erbij. Goed. Ik wil heel graag van de familie Genen... Mag ik van jou? Van de familie Genen. Mado van Kempen, Truus, Jaap, Noor, Katrien en Maria even hier naar de bank, alsjeblieft. Ga maar lekker zitten. Dag. Ha. Goeiedag. Kom erbij. Zo. Nou, het is weer een hele verzameling dames, zusters. Klopt dat? Ja. En een broer. En een broer, ja. 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 En Mado die heeft geschreven. En dan moet je maar even uitleggen hoe dat dan zit. Nou, dit zijn er 6. En er zijn er nog 3 die in Canada wonen. Oh, nog 3? Ja, waarvan de grootste wens was dat mijn zusje Margriet... een keer hier naar Nederland zou kunnen komen. Ja, wel in Canada, zeg je. Ja. Ja, en nog 3, dat betekent dat die andere 2, wie zijn dat dan? Dat zijn ook 2 broers en die wonen ook in Canada. Oké. Okay. En dat zijn? Frank en Rob. Frank en Rob. En Margriet. Margriet. Ja. Maar jouw mail ging over Margriet. Laten we dat even duidelijk houden. Ja, precies. Ja. Waarom ging die mail over Margriet? Nou, Margriet hoopte vorig jaar om naar Nederland te komen. En nou ja, toen had ze eigenlijk al dat geld moesten besteden aan haar gezondheid. En, ja, ik heb begrepen toen, dat sinds haar man is overleden in 2004, geloof ik... Ja. Dat het
allemaal minder is gegaan daar in Canada voor haar. Ja. In dat Canada, heb ik ook begrepen, Margriet, niet echt de steun van die twee broers die daar ook weer heel erg verspreid wonen. Nou, die wonen ontzettend ver weg. Ja, precies. Ja, je mist je broers en je zussen. En toch wilden ze niet met haar verdriet te veel naar buiten komen. Is haar trots. Ja, ja. Ja. Jullie missen haar. Ja. Jullie willen samen met haar compleet zijn. Daar moet ik iets bij vertellen. Wij hebben geregeld dat Margriet naar Nederland is gekomen. Dat is gelukt. Maar niet alleen dat, want Frank en Rob zijn er ook. Ze zijn er met z'n drieën. Jullie zijn compleet. Merry Christmas. Kom dan maar bij, Margriet, Frank en Rob. Een fantastische kerst samen met z'n allen, de hele familie. Dat betekent dat wij traditioneel afsluiten met een allermooiste nummer ooit geschreven, God Only Knows. Ook traditioneel uitgevoerd door een aanstormend talent. Vanavond is dat de fantastische Max Meeser en zijn eigen band. De kerst zal je niet van 2015. En terwijl de winnaar van de droomreis hier onder in beeld staat, gefeliciteerd, staat de vloer hier vol met gelukkige verliefden en families. We zijn bij je terug vanaf 9 januari, iedere zaterdagavond. En tot die tijd wil ik iedereen, ook namens het hele team natuurlijk, een fantastische kerst en een heel gelukkig nieuwjaar wensen. En weet dat er zeker na het afgelopen jaar maar één ding echt belangrijk is in het leven. All you need is love. Merry Christmas. Dankjewel.